FM Nieuwsradio. Dit is Easy FM. Live vanuit het World Trade Center met het nieuws uit je stad. Verzorgd door 1almere.nl. Vandaag met Pascal Frederik. Goedenavond Almere. Vandaag in de uitzending. Libelle Zomerweek vertrekt uit Almere. Almeerse spaart voor mensen met weinig geld. En workshops voor ondernemers die getroffen zijn door corona. 1 Almere voor al het nieuws uit je stad. Bijna een kwart eeuw was het een vast evenement in Almere. De Libelle Zomerweek op het Almere strand. Behalve de afgelopen 2 jaar, want toen ging het evenement niet door wegens corona. Maar nu blijkt dat de zomerweek van 2019 de laatste in Almere is geweest. De uitgeverij heeft besloten dat het evenement verhuist naar Haarlemmermeer. Hoofdredacteur Hilmar Mulder legt uit waarom. Nou, we hebben daar dus ruimte om in de komende jaren te gaan groeien. Een ander voordeel is, nadeel is dat Almere Strand is echt een strand. Dat is er natuurlijk bij de Expo Haarlemmermeer niet. Maar wat we daar weer wel hebben is, we hoeven daar niet van scratch af aan een heel libelle dorp op te bouwen. Dat was natuurlijk in Almere altijd wel het geval. Daar aan het strand was helemaal niets, dus alles moest daar naartoe. En dat is bijvoorbeeld nog een kleine plus die Expo Haarlemmermeer heeft. Ja, want ik ken het terrein zelf niet, Expo. U kunt daar gewoon heen zonder daar zaken te plaatsen? Het is daar gewoon al een soort heel dorp wat daar gebouwd is? Nou, dat is niet een heel dorp. Uiteraard zullen we daar nog steeds het hele Libelle Zomerweekgevoel neer moeten zetten. Maar daar is ook bijvoorbeeld een gedeelte binnenlocatie. Er staan hele grote, supergrote, hoge kas. Er worden daar ook heel veel evenementen georganiseerd. En we kunnen daar een combinatie van binnen en buiten gaan maken. En daar is gewoon al elektriciteit aanwezig. Er is water aanwezig. Aan het strand, daar moesten we echt alles naartoe halen. Hè? Van wc's tot generators. Et cetera. Dat was natuurlijk een machtig mooi project en altijd fascinerend om te zien hoe dat uit de grond werd gestampt. Mm-hmm. Maar ja, dat had ook, was ook een hoop werk. Nou, het nadeel natuurlijk van Almere ook, bij slecht weer, ja, dan kun je eigenlijk geen kant op. En hier heb je dan inderdaad in Haarlem nog in ieder geval een binnenverblijf waar je iets kan organiseren. En een dak. Ja, dat zo zou je het ook kunnen zeggen. Maar we vinden het buitenaspect ook wel weer een typisch voor de Libelle Zomerweek. Ja. Het is het voorschot voor de zomer. En mensen maken er altijd grappen over van het slechte weer. Maar als ik kijk, de edities die ik heb meegemaakt, we hebben zoveel en zo vaak fantastisch weer gehad met kleine hittegolfjes aan toe zelfs. Een andere kanttekening is, het is ooit begonnen, 24 jaar of 23 jaar geleden in Apeldoorn zelfs. De kleinschaligheid was toen heel erg gezellig, toen is het naar Almere gegaan. Bent u nu bang dat wanneer u nu naar Haarlemmermeer gaat, dat de charme er dan een beetje vanaf gaat, dat het misschien te groot wordt? Ja, nou ja, weet je, wij creëren daar altijd verschillende werelden. En je weet hoe goed dat met verschillende tenten wordt gedaan. En hoe we met die styling altijd intimiteit weten neer te zetten. Mm-hmm. En dat gaat ons op die plek ook wel lukken, dat weet ik zeker. Heeft de gemeente Almere bijvoorbeeld iets laten worden? Ik kan me voorstellen dat het voor zo'n gemeente ook economische gevolgen heeft natuurlijk. Er komen elk jaar meer dan 80.000, vooral vrouwen dan op af. Het was ook heel positief voor de stad. De gemeente wist, dat hebben, we zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Ja. En die wisten van onze plannen. Ja. Dus weet je, door corona hebben we er ook lang over na kunnen denken. De afgelopen 2 jaar zijn we hier al mee bezig geweest. En ik denk dat we het Almere Strand enorm gaan missen. We zijn er altijd met heel veel plezier geweest. En het was ook uniek langs dat strand. Maar het is ook wel weer, als we nu zometeen weer van start mogen gaan, als evenementen weer mogelijk zijn, dan is het ook wel weer een leuke nieuwe uitdaging om op een nieuwe plek iets totaal anders neer te gaan zetten en je bezoekers weer te gaan verrassen. Evenementencoördinator van Almere City Marketing, Bob van der Kolk, vindt het bijzonder jammer dat Libelle gaat verhuizen, maar begrijpt de keuze wel. Het is natuurlijk ook een gebied wat steeds meer onderhevig is aan stedelijke bebouwing en daarom planologisch best ingewikkeld aan het worden is. Mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat het iets meer rust geeft om naar Haarlemmermeer te gaan in dit geval. Ja. In combinatie met de groeiambitie. En het is wel zo dat het natuurlijk een waanzinnige plek is die ze verlaten aan het water. Ja. Maar wij zijn na 20 jaar
ja, uiteraard vinden we het niet fijn dat ze vertrekken. Wat zijn eigenlijk de economische gevolgen voor Almere? Ja, het is natuurlijk altijd zo dat we bij evenementen goed kijken wat de spin-off is voor Almere. In mediawaarde heeft dat natuurlijk veel gedaan de afgelopen jaren. Nogmaals, het uitvergroten van die bloedmooie plek aan het water, dat is ook iets waar we ook de mensen buiten Almere mee kennis hebben kunnen laten maken. Als je echt kijkt naar, laten we zeggen, de spin-off voor de binnenstad bijvoorbeeld, hè, of de stedelijke kernen, zoals het centrum, of haven, of buiten, of poort. Ja, dan is eigenlijk, laten we zeggen, in economische zin is de schade beperkt. Maar nogmaals, we vinden het ontzettend jammer dat ze vertrekken. Komt er iets anders voor terug? Er is zojuist een evenementenkalender gepubliceerd voor 2022. We hebben ongeveer 175 evenementen op de kalender staan voor komend jaar. Waaronder ook een aantal grootschalige evenementen weer. Totaal ongeveer 225 dagen vertieren in Almere, in het bijzondere Floriadejaar. Ja, als je dan kijkt naar de diversiteit van die evenementen, dan is dat toch wel om te likkenbaarden. Ja. Strandlab gaat er veel dingen doen op het strand. Nogmaals, de vaste klanten die komen gewoon terug in Almere. Mm-hmm. Ja. En we hebben ook onlangs het nieuwe evenementenstrand opgespoten, wat nog meer mogelijkheden maakt voor evenementen in de toekomst. Dus daar zijn we blij mee. Ik snap dat u dat zegt natuurlijk, hè, in een jaar dat de Floriade daar ook plaatsvindt. Maar goed, die Floriade is natuurlijk maar eenmalig. Hoe zit het met de evenementen daarna? Voor zover u daar iets over kan zeggen natuurlijk. Hè? Want dan ben je dus voor altijd die libellen kwijt. En die Floriade komt niet elk jaar terug natuurlijk. Nou, het is natuurlijk zo dat we beperkte geluidsdagen sowieso hebben op het strand. Hè. Nou is geluid voor libellen op zich niet een issue, maar we kijken wel naar de belangstelling op het strand. En die is echt groot. U mag best weten, we hebben ongeveer 10 tot 15 aanvragen jaarlijks die heel graag een geluidsdragend evenement op het strand willen doen. En dat kan natuurlijk niet omdat daar gewoon bebouwing in de buurt is. Ja, en, overlast en dergelijke. Ja, daarom moet het gewoon in balans blijven. Mm. Dus aan belangstelling geen gebrek. Het nieuws van 1 Almere. Ook via Facebook, Twitter en Instagram. Spaarzegels, kortingen en bonnen. Alle spaaracties, daar doet de Almeerse Wendy van der Hoek Slinger aan mee. In het begin spaarde ze zich voor zichzelf, maar inmiddels doneert zij voor goede doelen en mensen die het niet zo breed hebben. Dat doet zij niet alleen, maar samen met haar 2400 Facebookleden. Dus dit is maar een heel klein deel. Boven hebben we nog 4 dozen staan. In de bak staan nog 6 dozen ongeveer. Ik heb zelf 5 dozen verspreid. Met alles op nummer. Dus ja, het zijn 18 dozen die erop zijn gehaald. En er zitten gemiddeld in. Vroeger deed ik alles zelf. En nu is het gewoon van, ik plaats een oproep. Ik heb hulp nodig. Wie helpt er? Zoals laatst kreeg ik van Albert Heijn een berichtje via Messenger van, we hebben 800 boekjes van Sinterklaas over. Weet jij iemand, want anders gaat de pierbak in. Nou, dan heb ik een oproep geplaatst van, wie willen helpen? Er liggen daar en daar zoveel dozen met boeken. Wie weet er een goed doel? En toen heb ik uiteindelijk Stichting Kanjewens nog maar buiten gevraagd of die er wat kon hebben, want die hebben een opslag. Die wilde dat graag hebben. En toen had een ander het aangeboden om te halen en naar ze te brengen, want ze hadden zelf geen tijd. Maar dan mocht zij wel weer 2 of 3 dozen meenemen voor haar doel in Amsterdam, haar goede doel. Ja, dus op die manier hebben we eigenlijk de 2 doelen geholpen met de boekjes. En alle boeken zijn niet in de papierbak verdwenen, maar zijn dus naar allemaal naar goede doelen gegaan. Okay. En dat is dan ja, het leuke eraan. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld bij de Ethos gespaard voor Essie nagellakzetje. Kon je je kaart inleveren. Nou, die heb ik toen naar de minimamoeder gebracht. En die stond te huilen dat ze iets voor zichzelf kreeg. Iets alleen voor haar en wat ze niet hoefde te delen met haar gezin. Ja, dat zijn dingen die je blijft onthouden. Daar doe je het voor, omdat mensen heel dankbaar zijn voor wat ze krijgen. En als je nou zeg maar een goede week hebt qua spaaracties, staat het huis dan ook niet helemaal vol? Ja, dan staat het huis aardig vol. We hebben 2 of 3 geleden een plusactie gehad. Ja, er stond zelfs de schuur helemaal vol, de berging ernaast en het huis. Dus ja, dan kan het even een paar dagen vol staan. Maar ja, wat ik zeg, als ik eenmaal hulp vraag, dan is het ook eigenlijk ook zo weer weg. En hoeveel tijd bent u hier nou aan kwijt? Dat ligt net aan hoeveel acties je tegelijk hebt. Hoeveel acties, maar een uurtje per dag ongeveer. Zoals nu dan zijn we gemiddeld, dan is het een uurtje per dag. Ja, gelukkig omdat andere mensen mij ook helpen. Dan zou ik echt alles zelf doen. Ja, dan ben je gewoon fulltime en in het weekend bezig. Maar dankzij alle mensen die mij willen helpen en hetzelfde idee hebben van een ander wat gunnen, kan ik ook gewoon thuis eens wat voor mezelf doen.
En hoef ik niet alle tijd eraan te besteden, zeg maar. En in het verleden was dat natuurlijk wel anders. Maar nu, er is zoveel hulp. Je plaatst een oproep en er staan 20 mensen. Ik kom helpen, wacht, ik kom eraan. En ik kom het halen en haal het en breng het weer meteen allemaal. Dus ik hoef zelf ook niet meer heen en weer te rijden. De goede doelen, als er wat is en ik heb wat, dan hoef ik alleen maar te mailen of een telefoontje plegen. Ze komen het gewoon zelf halen, omdat er zoveel is. Het is gewoon zo fijn om dit te doen. En ja, dat, natuurlijk, het kost wel tijd. Maar kan niet werken. Ik zou heel graag willen werken, maar ik kan niet werken. En op deze manier kan ik toch wat voor de maatschappij terug doen. Je luistert naar Easy FM met het weer voor Almere. Het is tijd voor het weer. We hebben aan de telefoon Robert de Vries van Robert de Vries Weerdiensten. Robert, waarom was het zo'n mistige dag vandaag? Ja, we hebben te maken met een heel rustige atmosfeer boven Almere. Dat komt allemaal door een hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied ligt min of meer boven de Britse eilanden. Maar zorgt er bij ons voor dat er een zwakke noordwestenwind staat. Er wordt wat vocht aangevoerd vanaf de Noordzee. En als het in de nacht eerst helder is en het kan flink afkoelen, dan gaat de lucht zeg maar condenseren en dan kan er makkelijk mist gaan ontstaan. En ja, als er overdag weinig stroming is, dan blijft die mist lang hangen. En de zon is in deze tijd van het jaar ook niet heel erg sterk. Want als het in de zomer gebeurt, dan weet de zon het nog wel weg te branden in de loop van de dag. Maar dat zal meestal in december en januari niet gebeuren. En dat eigenlijk was toch wel het beeld voor vandaag. Toch lange tijd van die hardnekkige bewolking, mist. Het zicht werd in de loop van de dag wel wat beter. Maar de zon had er echt heel veel moeite mee om doorheen te breken. En dan kan de temperatuur ook soms behoorlijk achterblijven met een graad of 3 tot 4. Nou, dan zien we ook nog steeds vanavond en vannacht weinig verandering in de atmosfeer. Het blijft erg rustig. Dus er komt nog steeds wel wat mist of laaghangende bewolking voor. Dat kan ook weer wat gaan uitbreiden. Temperaturen vannacht zo'n 2 tot 3 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot westen. En dan zien we morgen toch wel hetzelfde verhaal. Laaghangende bewolking, eerst ook wat mist mogelijk. Voor de rest zien we de loop van de dag de zon ook af en toe doorbreken. Maar dat gaat ook wel moeizaam weer. Het blijft morgen wel overal droog, net zoals vandaag. En de temperatuur zal morgenmiddag rond een graad of 5 tot 6 uitkomen. Afhankelijk een beetje van de hoeveelheid zonneschijn. Want als die zon echt nog eventjes goed door die mist heen weet te breken, dan kan het kwik nog wat verder gaan stijgen. Nou, vrijdag weinig verandering. Er blijft nog altijd hardnekkige bewolking aanwezig. Dat is eigenlijk ook nog wel zaterdag het geval. Vanaf zondag zien we wel wat veranderen. Dan gaat het hoge drukgebied wegtrekken. Er komt wel een nieuw exemplaar opzetten vanuit het westen. Maar een depressie boven Scandinavië geeft ook wat tegengas. Er komt wat meer wind te staan vanuit het noordwesten. Er is weer wat vaker ruimte voor de zon. Maar we kunnen vanaf de Noordzee dan ook een paar buien gaan verwachten volgende week. Maar volgens de laatste prognose zijn dat geen grote hoeveelheden. Maar ja, het is niet de windrichting voor kou vanaf de Noordzee. We zien eigenlijk normale temperaturen volgende week in Almere. Met ongeveer een graad of 6 tot 7 in de middag. 'S Nachts blijven we meestal ruim boven het vriespunt, zo'n 2 tot 3 graden. Ja, het is nadelig natuurlijk voor de winterliefhebbers, weinig kou. Maar met al die hoge gasprijzen is het natuurlijk wel gunstig dat er weinig kou in de atmosfeer zit. Dan kan het uiteindelijk toch een vrij goedkope winter worden. Dankjewel. Je hoorde Robert de Vries van Robert de Vries Weerdiensten. Dit is Easy FM. Live vanuit het World Trade Center met het nieuws uit je stad. Verzorgd door 1almere.nl. Vandaag met Pascal Frederik. Verder vandaag in de uitzending. Workshops voor ondernemers die getroffen zijn door corona. Parkeerautomaten in de wijken rondom Almere Centrum. En Almere telt af naar Floriade. Dit is Easy FM met het nieuws uit je stad. Verzorgd door 1almere. Ondernemers in Almere die getroffen zijn door corona kunnen dit jaar gratis workshops volgen waarin ze tips krijgen over hoe ze overeind kunnen blijven. De workshops worden gegeven door Dorien Broersen, die sinds 3 maanden Flevolandse zakenvrouw is van het jaar. Het is echt onze missie om ondernemers te helpen. Nou, nu hoef ik niet te vertellen dat er ontzettend veel ondernemers natuurlijk heel hard getroffen worden door de coronacrisis. En dat er van hun eigenlijk gevraagd wordt om anders naar hun business te kijken. Wat kan ik wel, wat kan ik niet? Hoe kan ik me online opnieuw positioneren? Dus eigenlijk vanuit mijn eigen initiatief en ook, ik ben Flevoland zakenvrouw geworden, wil ik heel graag iets terug doen voor Flevoland. En hebben wij eigenlijk onze tijd ter beschikking gesteld aan ondernemers om bij ons op kantoor langs te komen. En echt eens te kijken van, joh, waar sta je nu? Hoe ziet jouw business eruit? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij online
gewoon weer of jouw huidige doelgroep of een hele nieuwe doelgroep gaat bereiken. Maar je hebt het alleen maar over online. Is het omdat je er rekening mee houdt dat er niks kan na de persconferentie van vrijdagavond? Nee, maar ik denk dat er online nog heel veel kansen liggen voor ondernemers. Ja. Ik hoop natuurlijk dat er vrijdag heel goed nieuws komt. Ik probeer ook realistisch te blijven. Ja. En het begint vaak wel online. Ook als jij een horecazaak hebt of een winkel. Het gebeurt fysiek in de winkel. Maar online bereik jij natuurlijk wel je klant ook. Ja. En dat is je eerste visitekaartje. Mensen googelen, mensen kijken op Instagram. Wat gebeurt er? Hoe ziet het menu eruit? Hoe zien de kledingsetjes eruit? Dus het is voor elk bedrijf een heel belangrijk onderdeel. Ja, want hoe groot is de behoefte daaraan? Dat mensen toch concrete tips gaan krijgen? De behoefte is echt enorm. En juist ook, we hebben nog nooit met z'n allen zoveel online gezeten. Dus we zijn ook op zoek naar inspiratie. We zijn met z'n allen online aan het winkelen, want we kunnen niet naar de winkel. We kunnen het eigenlijk niet passen. Dus hoe leuk is het als ik via een Instagram kanaal kan zien hoe ik bijvoorbeeld op 5 minuten een truitje kan stylen. Of wat voor menu ik thuis kan bestellen vanuit de horecazaak. Ja, nou kan ik me voorstellen dat jij als onderneemster ook, je hebt natuurlijk contact met andere ondernemers. In coronatijd, wat hoor jij voor verhalen van hen? Hoe hoog is de nood? Ze hebben het zwaar. Ze hebben het echt zwaar. En dan gaat het met name niet alleen om het financiële plaatje. Maar ja, mentaal is het gewoon, het is gewoon oorlog. Ja, maar ik hoor dus van mensen van, ja, ik heb nog maar een extra hypotheek afgesloten om mijn personeel te kunnen betalen. Hoor jij dat soort verhalen ook? Die verhalen heb ik nog niet gehoord. Maar wel, de potjes en de buffers zijn op. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja. En vandaar dat wij ook besloten hebben om dit gratis aan te bieden. Zodat er voor ons niet nog een extra potje opengetrokken moet worden. Maar wat verwacht je daar nou van? Komen er mensen bij jou langs die nog helemaal niks doen op online? Of ook al mensen die wat ervaring daarin hebben? Weinig ervaring. En vandaar dat ook bij mij dat idee ontstond. Ik denk van ja, ik wil jullie toch laten zien hoe je online dus, hoe je dat professioneel kan aanpakken. En hoe je dus toch ook je doelgroep gaat bereiken. Mm-hmm. En wij zijn er natuurlijk dagelijks mee bezig. Dus voor ons is het de dagelijkse gang van zaken en is het eigenlijk heel normaal. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld altijd een horecazaak gerund hebt en die heeft altijd volgezeten. Ja, dan heb je nooit heel erg de behoefte gehad om online naar jouw positie te kijken. Of hoe kan ook kom voor ik een kledingwinkel gelden natuurlijk. Precies, ja. Ja. En heb je één gouden tip van hoe spring ik eruit? Jezelf zijn en echt je eigen verhaal vertellen. Wat maakt jouw kledingzaak uniek? Wat maakt jouw business uniek? Waarom moeten mensen bij jou komen? En het zijn vaak net die extraatjes die je dan eventjes kan doen die niemand verwacht. Mm-hmm. Waardoor jouw klant ook echt jouw ambassadeur wordt. En jouw klant jou bijvoorbeeld gaat reposten op Instagram. Waardoor je weer bij andere mensen in het netwerk terechtkomt. Ja, dus wees jezelf en dan die praktische dingen van zo bedien je een camera, zo edit je een filmpje, zo zet je dat online. Dat doe je ook. Ja, en daar gaan we ze ook inderdaad bij helpen. Van joh, hoe zorg je dat je consistent aanwezig bent? Wat voor content spreekt aan? Wat kan je beter niet doen? Hmm. We zien dat ondernemers heel veel naar andere ondernemers kijken. Maar ga vooral niet kopiëren, maar ga echt je eigen kracht in die spotlight zetten. Okay. En dat is waarom jouw klant ook bij jou komt en waarom die terug zal komen. Ja, dus dat moet je dus vooral niet doen naar hoe anderen het doen. Gewoon uniek zijn. Ja. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Wat mij bijvoorbeeld opvalt bij restaurants, dan denk je, als je nu op de website kijkt, dan wil ik als eerste zien afhalen. Klopt. Of bezorgen. Ja. Maar dan zie ik toch nog reserveren. Ja, dan denk ik, dat kan u niet. Dat hoeft niet. Vind ik dat zo onzinnig. Dan denk ik, ja, dat is toch vrij simpel aan te passen, toch? Klopt. En het zijn inderdaad allemaal van die kleine dingen. Of dat je wel eens op een website komt dat je ziet van ons kerstmenu van 2020. Nee, we zitten inmiddels in 2022. Het zijn die kleine wijzigingen waarmee je echt het verschil maakt. En waarbij je inderdaad ook gelijk aan de klant laat zien van oké, je kan dus bij ons afhalen. Want ook niet elk restaurant is bijvoorbeeld aangesloten bij thuisbezorgd. Nee. Maar als ik op je website kijk, kan ik dus wel degelijk zien dat ik bij jou een heel lekker menu kan bestellen en dat thuis gewoon kan serveren. 1 Almere. Geef ons 30 minuten en wij geven je Almere. De parkeerautomaten die deze week geplaatst worden in de wijken rondom Almere Centrum komen aan het begin van de wijk te staan. Hierdoor komen er in bijvoorbeeld de Filmwijk grote gebieden waar geen parkeerautomaat zal staan. Aan de telefoon hebben we verslaggever Vincent Smit. Vincent, is alles al gereed voor het betaald parkeren? Ja, aankomende vrijdag worden de laatste automaten geplaatst. En vanaf dat moment zal volgens de gemeente ook gehandhaafd gaan worden op betaald parkeren in de wijken. En is er al duidelijk waar al die automaten komen te staan? Het gaat om de voormalig blauwe zones in Stedenwijk Midden, Stedenwijk Noord, de Staatsliedenwijk, het Odeongebied, het bedrijventerrein Randstad en de Filmwijk. De gemeente hoopt met het betaald parkeren in deze gebieden de parkeerdruk en de overlast te verminderen. Op onze website 1almere.nl kun je een overzicht zien van deze plekken en waar de automaten ook daadwerkelijk komen te staan. Zijn het niet wat weinig automaten voor al die wijken? Ja, het zijn er 17 in totaal. En de gemeente gaat ervan uit dat het grootste deel van de automobilisten mobiel zal betalen via een parkeerapp. En zij zeggen daar zelf over, we zien nog steeds een toename in het gebruik van mobiele parkeerapps.
Omdat niet iedereen deze apps kan of wil gebruiken, plaatsen we ook nog de bekende parkeerautomaten. Je ziet dat deze allemaal direct bij binnenkomst van de wijk staan. Je rijdt er dus langs als je de wijk inrijdt en kunt dan eventueel direct je kenteken hierop invoeren. En een andere verandering is dat in de voormalig blauwe zones, waar dus nu betaald parkeren is ingevoerd, dat bijna alles digitaal wordt gemaakt. De papieren kaartjes die maken plaats voor betalen via een mobiel of via een parkeerautomaat waar dus een kenteken ingevoerd kan worden. En de wethouder zei daar eerder het volgende over. Hij zei dat het voor mensen veel flexibeler en bovendien kunnen we met een speciale scanauto gaan handhaven. Dat gaat veel sneller dan dat handhavers handmatig iedere auto moeten controleren. En dat zorgt er weer voor dat foutparkeerders sneller en vaker beboet kunnen worden. In Almere voor al het nieuws uit je stad. En zoals iedere dag kijken wij online wat Almere's bezighoudt. Aan de telefoon hebben wij verslaggever Vincent Smit. Vincent, wat speelt er vandaag? Ja, het van de gemeente Almere gaat samen met eigenaar U2 onderzoeken hoe wegrestaurant onderweg beter zichtbaar kan worden vanaf de snelweg A6. Maar een reclamemast van meer dan 10 meter, die komt er niet. Voor automobilisten is sinds de verbreding van de A6 alleen nog de punt van het dak van het wegrestaurant te zien. En een metershoog taluut ligt in de weg. Daarnaast zijn de op- en afritten verplaatst. En die liggen veel verder van het restaurant verwijderd dan voor de verbreding. Daardoor zegt True dat hij veel minder klanten heeft en ook minder inkomsten. De restauranteigenaar wilde daarom, net zoals buurman McDonald's, een 22 meter hoge reclamemast plaatsen. Maar volgens de gemeentelijke regels mogen er niet twee hoge reclamemasten op de plek staan. Het past niet in de groene omgeving waar de Floriade straks deel van uitmaakt. En daarnaast werkt de reclamecel bij het restaurant volgens de gemeente niet, omdat de op- en afritten nu te ver weg zijn. Op het moment dat de mast zichtbaar wordt, kan de bestuurder al niet meer afslaan voor een restaurant onderweg namelijk. Almere's politieke partijen wilden U2 helpen en stelden vragen aan het dagelijks bestuur van de stad. Uit de antwoorden blijkt nu dat de ondernemer zelf ook wat te verwijten valt. Toen de plannen voor de verbreding van de A6 bekend werden, heeft hij de kans gehad om bij Rijkswaterstaat duidelijk te maken wat dat betekent voor de toekomst van zijn restaurant. Ook was er ruimte om compensatiemaatregelen aan te vragen, zoals pandschade, vergoeding of nadeelcompensatie. En dan quote de gemeente in: dit is niet gedaan door wegrestaurant onderweg. Het naastgelegen restaurant McDonald's heeft dat wel gedaan, zo schrijft de gemeente. En daarom werd er voor McDonald's eenmalig een uitzondering gemaakt voor een hogere reclamezuil. En diezelfde uitzondering wil de gemeente nu niet maken voor wegrestaurant onderweg. Nu de fastfoodketen ook duidelijk heeft gemaakt dat aan hun mas geen ruimte is voor reclame voor onderweg, wil de gemeente nog wel zoeken naar een andere oplossing. En dan quote ik eventjes: zonder dat er een wildgroei aan reclamemasten ontstaat. En wat kwam je nog meer tegen? Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in hoger beroep tot 27 jaar gevangenisstraf geëist tegen 4 verdachten die betrokken zouden zijn bij liquidaties en pogingen daartoe. Ook zou een onschuldige man zijn doodgeschoten. Het gaat om zaken die zich binnen het criminele circuit hebben afgespeeld in Almere en Amsterdam. En volgens het OM gaat het om 4 verschillende zaken die met elkaar verbonden zijn. De zaken hebben de namen 13 Baudet, 13 IJshamer, 25 Mango en 13 Jeep gekregen. En werden tegelijkertijd door het gerechtshof in Amsterdam behandeld. En dan nog even naar de benoeming van een tijdelijk waarnemend burgemeester. Ja, een opvallende column van raadslid Johan de Leeuw van AP Opa, Heemans-fractie. Hij schrijft dat het de schuld is van D66 dat er nog geen tijdelijk waarnemend burgemeester is in Almere. Alle fractievoorzitters kwamen maandag bijeen om het te hebben over die waarnemend burgemeester. Want Frank Weerwind is, zoals we weten, vertrokken naar Den Haag om daar minister te worden, of hij is nu minister. En de commissaris van de Koning had 2 kandidaten uitgenodigd en wilde die graag voorstellen aan de fractievoorzitters, zodat zij zelf konden aangeven wie hun voorkeur heeft om tijdelijk de burgemeester van Almere te worden. Dat zou dan zijn totdat er echt een nieuwe vaste burgemeester gevonden is. Maar die procedure gaat pas in na de verkiezingen van komende maart. Nou, de mensen die zijn voorgesteld zijn VVD'er Henry Meidan en PvdA'er Joyce Sylvester. Er zou voor Sylvester een meerderheid geweest zijn, maar volgens de Leeuw heeft D66 naar zijn zeggen de spelregels veranderd door te zeggen dat grote partijen meer zetels hebben en dat hun stem daardoor ook zwaarder weegt. Terwijl het doel van de vergadering was dat alleen de fractievoorzitters als hun persoon zouden stemmen. Dankjewel Vincent. Je hoorde Vincent Smit met het verslag van social media onder Almere's. Het nieuws van 1 Almere, ook via Facebook, Twitter en Instagram. Wat is er dit weekend te doen in Almere? In het bijzonder hebben we 1 evenement waarbij we stil gaan staan. En vandaag is dat de aftelklok op de Esplanade, waarmee wordt afgeteld door de start van de Floriade. Paul Mekel van VVV Almere vertelt er meer over. Elke dag wordt er een dag afgehaald van de 100 dagen
tot aan de opening. Dus die klok staat daar en die kan dus als het ware Almere laten zien van hey, nog zoveel dagen. En zoveel uur, ja. Ja, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Die klok staat daar, maar het is een evenement. Om welke reden is het een evenement? Het is een evenement omdat wij de Almeerders willen betrekken bij die aftelling en bij de Floriade zelf natuurlijk. En het is de bedoeling dat mensen die een getal in hun hoofd hebben, als jouw geluksgetal 7 is bijvoorbeeld, dan zou je op de 7e dag voor de opening een aanvraag kunnen doen om die klok om te mogen zetten naar een mindere dag, een dag later. Of als jij een vereniging hebt die 35 jaar bestaat, dan probeer je de 35e dag te claimen om die klok om te zetten. Dus iedereen in Almere, bedrijven, particulieren, verenigingen, kunnen zich aanmelden om die klok om te zetten op de door hun gewenste dag met het door hun gewenste cijfer binnen die 100. Dus het bijzondere van dit is dus dat je Almeerders betrekt om samen die aftelling naar de Floriade te doen. Ja, dat is inderdaad de opzet van de klok, ja. En hoe kan ik me als Almeerder opgeven? Dat is eigenlijk relatief eenvoudig. Je kunt daarvoor de website almerecentrum.nl bezoeken. En daar vind je een formulier wat je kunt invullen en dan kun je je aanmelden. Er is geen garantie overigens dat je ook uitgenodigd wordt, maar de kans is zeer groot. En als ik dan word uitgenodigd en ik kom dan op dat plein, staat er iemand om mij op te vangen om, om dat samen te doen? Of weet je daar iets over te vertellen? Ja, het is de bedoeling dat je dan 10 uur er bent. Je kunt ook je eigen publiek meenemen eventueel, maar we moeten wel rekening houden met de COVID-maatregelen. Maar je kunt dat laten vastleggen door je vrienden, bijvoorbeeld een foto. En jij drukt dan op de knop en er is 1 dag weer minder. 100 dagen lang. Juist. En zijn er nog andere dingen die daarbij belangrijk zijn om te weten? Nou ja, wat is er belangrijk aan? Het leuke is dat diversiteit van de Almeerders komt tot uiting. Want op de website waarbij je je aanmeldt en je dag claimt, daar kan je bijvoorbeeld je logo neerzetten of een foto. Of er wordt een selfie voor je gemaakt die je daarop kan zetten. Dus je ziet 100 portretjes, 100 logo's, 100 mensen van Almere op de site zelf. Dus dat maakt ook dat het wat breder gedragen wordt. En tot zover het 1 Almere nieuws van woensdag 12 januari. Met vandaag, Libelle Zomerweek vertrekt uit Almere. Fijne avond en tot morgen. Het nieuws werd verzorgd door 1 Almere en Omroep Flevoland. Volg 1 Almere op tv, via de socials of gewoon op 1almere.nl.